Niet lang geleden zagen we de plaatjes van een fietsend comité dat Nederland in de picture probeert te brengen voor over 8 jaar het organiseren van de wereldkampioenschappen voetbal. En nou bungelen we ergens tegelijkertijd onderaan in Europa als het gaat om duurzame energie, et cetera. Hoe kunnen we die twee met elkaar matchen? Nou, op het gebied van duurzame energieopwekking zijn we echt het sukkeltje van Europa. Er zijn 2 landen die achter ons staan, België en Engeland. En dat is echt een schande. Maar je kan natuurlijk zeggen, bijna Cruyffiaans, van je nadeel maak je een voordeel. Dus als je het zo slecht doet, kan je een enorme inhaalslag maken. En zo'n wereldkampioenschap, waar 2 december over wordt beslist, dat is wel een mooie kans. Omdat we hebben eigenlijk als enige land ter wereld een heel duurzaam plan gemaakt om die wereldkampioenschappen te organiseren. Dus wij hebben gezegd, als we het doen, Nederland en België, dan moeten we het groen doen. Dus alle stadions die er zijn of die gebouwd moeten worden, moeten helemaal energie-neutraal worden. Maar ook het hele verkeer en vervoer, dus de hele logistiek, hele catering, moet allemaal duurzaam worden. We stellen 2 miljoen fietsen gratis beschikbaar. Het hele vervoer voor de organisatie wordt elektrisch. In principe maken we de omgeving rond de stadions autovrij of autonul. We sluiten een deel van de binnensteden zelfs af op wedstrijddagen. Dus het is in extreme vorm is het groen. En daar ben ik heel enthousiast over. En dat zou wel eens als een vliegwiel kunnen fungeren. Want wat is er nou volkser dan een voetbalstadion? Wat is er volkser dan een wereldkampioenschap? Als dat in het teken staat van duurzaamheid, dan dringt het echt bij miljoenen mensen door. En dan hebben we in 1 klap hebben we die duurzaamheidsslag gemaakt. Dus ik hoop van ganse harte dat 2 december dat besluit valt en dat wij de kans krijgen om het te organiseren. We zijn al bezig met de Amsterdam Arena. We zijn ook al betrokken bij het nieuwe Feyenoordstadion. En je ziet dat die stadions daar ook al naar kijken van, ja, als dat doorgaat, betekent dat dat alles op de schop moet. Dus dan moeten we eigenlijk als een gek aan de slag om dat waar te kunnen maken. Het ambitieniveau is zo hoog, dat is nog nooit verteld. Bij geen enkel kampioenschap, bij geen enkele Olympische Spelen. Dat vind ik wel een prachtige uitdaging, om dat dan ook vorm te geven. De critici zullen ongetwijfeld zeggen van ja, het is al een miljardeninspanning om een wereldkampioenschappen voetbal te organiseren. Dan in dit geval samen met België. Maar u maakt het nog 2 keer zo duur. Ja, maar we hebben het in 2000 ook gedaan, Europees kampioenschap. Dat is eigenlijk een slaand succes geworden. Daar hebben we ook met z'n allen een hoop geld aan verdiend. Per saldo heeft dat veel geld opgeleverd, maar ook heel veel kredieten. En dus wij moesten aantonen dat we dat konden als kleine landen. Dat is gelukt. En dat geeft ook een zekere eigen waarde. Dus als je kijkt naar de maatschappelijke kosten en baten, dan levert het heel veel maatschappelijke baten op. Prestige, eigenwaarde, alle investeringen die je doet op het gebied van duurzaamheid, die verdienen zichzelf dubbel en dwars terug. Dus de stadions die knappen ervan op. Binnen 10 jaar heb je dat terugverdiend. De investeringen in energie en licht, infrastructuur, verkeer en vervoer. Bovendien geeft het een enorme versnelling aan dat duurzaamheidsproces. Dus mijn schatting is dat die maatschappelijke baten wel 5 keer hoger zijn dan de kosten. Met als uitkomst dat Nederland, als dit voorbij is, onderaan bungelen in dat lijstje waar we het net over hadden. Nou, dan zouden we wel eens snel kunnen stijgen naar de top 5. Dus dat zou helemaal mooi zijn als dat tot die versnelling en opschaling leidt. Dan is het al de moeite waard en ik geloof daarin.